What do you think the role of the current Dutch government or US member of parliament can be to keep the kind of the energy that there is right now? Basically, I think it's up to all of us to keep that momentum, because it's not me who is in charge. It all starts with one. De echte spreekkamer. En het vrouwenkiesrecht, hè? It all starts with one. Nothing comes from nothing. It all starts with the one. De Rijksuniversiteit Groningen reikt om de twee jaar de Aletta Jacobsprijs uit aan een vrouw die zich internationaal of nationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. I believe women, men and their children should be safe. And safe motherhood should be the rule. In such countries, women and men can make their own decisions about their health needs. Toen een nieuwe Amerikaanse regering in januari 2017 besloot om de Global Gag Rule te herintroduceren, werd vanaf dat moment de financiering met Amerikaans overheidsgeld afgeschaft. She Decides is hierop het doeltreffende reactie van Lilian Ploemen en de ambtenaren van het ministerie. We all start somewhere. In een mum van tijd wist zij, toen nog als minister, een wereldwijde beweging op te zetten die strijdt voor het recht van vrouwen en meisjes om vrij en zelfstandig te besluiten of ze kinderen willen, met wie, hoeveel en wanneer. African women want rights to choose. We will hold our government and the African Union accountable. Lilian Ploemen, look what you have started. You have unleashed the beast in all of us. Heaven help us. Lilian Ploemen ontvangt vandaag de Aletta Jacobsprijs vanwege haar krachtige en succesvolle inzet voor de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes op de hele wereld. Ik wil heel graag iedereen bedanken die op haar of zijn manier bij heeft gedragen aan She Decides. Het is een beweging en de beweging moet ook nog even mee, want president Trump is op zijn minst voor 4 jaar gekozen. Je bent zelden alleen in je activisme. Je bent zelden alleen in je overtuiging dat het anders kan en anders moet. Er zijn altijd anderen die dat ook vinden. En de les van Aletta Jacobs is: laat je horen, laat je zien, organiseer je met elkaar en zorg zelf voor de verandering waarvan je vindt dat die nodig is. Dank u wel.